Hoi, ik ben Adia Maas van Regio TV De Beeld. Vandaag staan we bij de sporthal in De Beeld waar de Veteranendag is georganiseerd voor de veteranen uit De Beeld en de Utrechtse Heuvelrug. De Marinierskapel der Koninklijke Marine komt vandaag een concert geven wat heel bijzonder is. Aan burgemeester Potters. Het verheugt me dat er veel veteranen zijn, zowel uit De Beeld als de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En het zou fantastisch zijn als wij de komende jaren meer dingen samen kunnen organiseren. En tenslotte is het voor gewone burgers, dat is gewoon, ook bijzonder om Veteranendag bij te wonen. We vieren immers komend jaar de 75 jaar vrede in dit land. In dit jaar, 75 jaar na het begin van de bevrijding van Europa, eren we onze veteranen met dit concert. En Veteranendag staat voor mij stevast in het teken van verbinding. De verbinding tussen de veteranen met herinneringen aan oorlogen of vredesmissies en de mensen die hier al zo lang in vrede mogen leven. Ik wens u al een bijzonder en luisterrijk concert. Dank u wel. Van Veder, waar komen al de medailles vandaan? Weet u dat? Irak, Bosnië, Afghanistan. En u bent niet meer actief dus? Nee. Nee, zeker niet. Nou, ik ben veteraan. Ik kom uit Driebergen. Ik ben geboren en getogen hier in Bilthoven. Dus het sprak mij wel aan om op deze uitnodiging van Bilthoven in te gaan. Of De Beeld is het, hè? Ik vind dat heel leuk en doe het graag. Mijn herkomst is van dat ik kom van het Korps Mariniers af. Ook veteraan bij het Korps Mariniers. En ik vind het gewoon geweldig om hier te mogen zijn. Ja. En in welke gebieden bent u actief geweest? Oh jee, dat zijn een hele hoop. Van Nieuw-Guinea tot Midden-Oosten, tot Syrië, tot ja, overal zo'n beetje. Waar zitten de mariniers niet? Ik heb in Nieuw-Guinea gezeten. Hoe lang heeft u daar gezeten? 7 jaar. In Nieuw-Guinea, ik ben genie-officier. Heb ik in het leger gezeten. En wat vonden jullie van het muziekstuk? Ja, nou, mooi. Het onverwachte stuk vond ik geweldig. Dus, Nee, het was geweldig. Dus ja? Helemaal af. En dan herken je hier ook allerlei mensen met die dezelfde taken hebben gehad als dienstplichtig militair. En dan herken je elkaar ook wel. Oh ja, dat heb ik ook meegemaakt, dat soort dingen. Dat is heel gelukkig, heel gezellig. Wat mij ook opviel was de verbinding met elkaar. En precies wat dus de burgemeester ook zei. Dat vond ik, dat was voor mij een eye-opener. U heeft genoten van de avond? Het kwam over me heen als een totale verrassing. Ik heb nog even met die mensen staan praten, weet je, wat heb je gedaan na je opleiding? Ik zeg, hoe kun je nou het land verdedigen met een stukje muziek? Heeft u genoten ook van de muziek? Ja, heerlijk. Ja, ontzettend leuk. Ja? Heerlijk waar. Ja, het was echt leuk. Ja. Ik heb best inderdaad gekeken toen de klas
dat zij kwamen, ja, heerlijk. Oh ja. Ja, heerlijk. En waar bent u allemaal in dienst geweest? Nee, ja. Ook in Nieuw-Guinea. Ja. Die zoeken we op die jongens.